Het ondernemerscontact Nuenen bestaat alweer 40 jaar. Op 6 januari tijdens het galadiner werd het nieuwe logo gepresenteerd. En vandaag wordt het bordje aan Joep Pernot uitgereikt. OCM bestaat 40 jaar. En we hebben ter ere daarvan een heel nieuw logo laten ontwerpen. Dat is ontworpen door Koen Blankwaard, een lid van OCM. En we hebben dat met een nieuwjaarsbijeenkomst hebben we dat al laten zien aan al onze leden. En we hadden dat zo graag door het nieuwe bordje wat ieder lid aan zijn voordeur heeft hangen, ook de gemeente. Waardoor ze betrokkenheid bij onze vereniging laat zien. Hadden we dus deze keer af met het feestje van aanstaande vrijdag ons jubileum willen overhandigen. En helaas, dat kan niet doorgaan. Nou, dat is dan niet anders. Maar we willen dat toch niet voorbij laten gaan. Dus we hebben een paar leden bereid gevonden om dat aan al onze leden uit te gaan reiken. En zelfs dat te gaan vervangen. Zodat we zeker weten dat er straks iedereen zijn nieuwe bordje daar heeft hangen. Maar ook de gemeente. En ik vind het hartstikke fijn om het eerste exemplaar aan de wethouder en de gemeente Nuenen als lid te mogen overhandigen. Dat doen we gezamenlijk om toch een beetje inhoud te geven aan de wat rare omstandigheden waar we momenteel in zitten. En voor een hele hoop ondernemers best zwaar. Hebben we daar dus wat zoetigheid bij gedaan. Wat geproduceerd is door ons Young Talent Award winnares. De keuken van Elise. En ik zou zeggen, fijn dat ik dat hier mag overhandigen met die mooie zon. En ik zou zeggen, laat het straks Gerard even daar bevestigen. Vriendelijk bedankt. Ja? Wil je ook dat ik nog iets ga vertellen? Even iets terug zeggen. Nou, we zijn natuurlijk zeer vereerd dat wij ook lid mogen zijn van het OCN. Dat hoort ook zo, vind ik. Wij proberen als gemeente er te zijn voor onze burgers, maar ook net zo goed als voor bedrijven. Ja, corona is een hele vreemde tijd. Ook wij hebben daar last van, als gemeente, maar bedrijven ook zeker. We proberen natuurlijk te ondersteunen daar waar kan. Ik hoop dat het een beetje de zaak verlicht, maar helemaal zeker weten doen we het niet. Maar we doen ons best. We zijn blij dat we als eerste dit logo mogen ontwerpen. En ik hoop dat dat laat zien dat OCN een krachtige, levenslustige vereniging is die nog heel veel jaren gaat bestaan. Dankjewel. Dankjewel. Dus dit gaan we dus deze week bij alle leden gaan we dus die bordjes verwisselen. Dus dan doen we de morgenvlucht opnieuw. Dat is over te kort zijn. Dat is het goed. Je hoeft er geen gewicht te dragen. Nee. Jij vanuit het bestuur over wat er schaamde is. Denk ik ook, hè? Dat is allemaal weer een mooi vriend. Resultaat van een modern ondernemerscontact nu. Jan, waarom vonden jullie dat jullie toe waren aan een nieuw logo? Nou ja, we bestaan 40 jaar en 40 jaar is natuurlijk zijn kleuren, alles is veranderd. Maar we wilden ook weer een nieuwe dynamiek hebben. Dus het is ook zo dat je als vereniging moet je blijven ontwikkelen, net als bedrijven. Dus op een gegeven moment vonden we ook als ondernemers dat we daar weer eens wat aan moesten doen. En het aardige daarvan was wel dat we ons lid Koen Blankwaard daar vroegen om wat voorstellen te doen. En we hebben dat in de bestuursvergadering een presentatie laten geven van een aantal voorstellen. En we waren unaniem, dit was het. In één keer, we waren net ondernemers. We waren binnen een paar minuten waren er klaar mee. Leuk hierbij te zijn. En veel succes met het OCN. Het feestje gaat niet door, maar wellicht volgend jaar. Zeker weten.